In maart 2020 bevond ik mij in een onverwachte positie. Opeens bleken alle vakken die ik aan de Universiteit Gent onderwijs 100% coronabestendig te zijn. Collega's vroegen en vragen mij hoe ze dit ook voor hun vakken kunnen realiseren. En om iedereen efficiënt te kunnen antwoorden, heb ik de belangrijkste informatie in deze korte video samengevat. We gaan ook in op de vraag hoe kunnen we uit deze crisissituatie langdurig positieve effecten halen. Ik leg eerst uit hoe mijn lessen georganiseerd zijn. Hoe ervaren studenten deze lessen, is de volgende vraag. En daarna geef ik enkele tips hoe jij ook jouw lessen kan omvormen naar dit model. De slotvraag is, welke kansen liggen hier voor de toekomst van het hoger onderwijs? Als je één keer iets goed hebt uitgelegd, wat is dan de meerwaarde om die uitleg jaar na jaar te herhalen? Een lesgever is geen papegaai. We hebben de technologie om dat aspect van het lesgeven te automatiseren. De kerninhoud van mijn lessen zit in tientallen korte video's van ideaal 5 minuten en maximaal 10 minuten. De cursus volgt een wekelijkse cyclus. Mijn studenten hebben 1 week tijd om de video's van die week te bekijken en, heel belangrijk, om de opdrachten te maken die erbij horen. Ze dienen hun verslagen in 24 uur voor het wekelijkse contactmoment. Die 24 uur zijn voor mij het creatieve moment van de week. De ingediende verslagen, of een steekproef eruit als het om een grote groep studenten gaat, zijn een goudmijn om te analyseren wat er goed begrepen werd en waar de misconcepties zitten. Tijdens de wekelijkse feedbackwebinar geef ik geen les, maar wel collectieve feedback op de belangrijkste misvattingen die ik heb vastgesteld in de rapporten van de vorige week. Deze feedback kan niet worden geautomatiseerd in tegenstelling tot het lesgeven op zich, want de vragen en problemen zijn ieder jaar anders. Het geeft studenten ook de boodschap dat er ruim de tijd is om in te gaan op hun specifieke problemen. Studenten kunnen deze webinar thuis live volgen, of ze kunnen de opname ervan uitgesteld bekijken, maar wie dat wil, kan ook naar het leslokaal komen van waar de webinar uitgezonden wordt, om zo ook andere studenten of de lesgever te ontmoeten. Ja, voor mij is het grootste voordeel echt wel de flexibiliteit die we hebben om zelf in te plannen wanneer we aan het vak willen werken. One first good thing is that you can follow the different videos and carry on the exercises in the schedule you want. So you can organize your time as you want. Ik vind persoonlijk van mezelf dat ik beter 's avonds kan werken. Dus dan kon ik 's avonds al die lessen bekijken en er goed aan werken. Want ja, zoveel lessen zijn er niet bepaald 's avonds. So for me, this course it's quite good because I had like many. It was very hard for me to just compose my timetable at the university. And I could like pick this course and I did not have to worry because I could take it whenever I want to because it does not have like strict hours. En dat komt ook goed uit als we andere vakken hebben die een vast schema hebben. Dus dan kunnen we het online vak een beetje plannen wanneer het uitkomt volgens de andere vaste vakken. Ja, dus het feit dat dus ook ja, allemaal met video's waren, betekent dus dat je niet meteen rekening moet houden met wanneer de andere vakken vallen. Ik begrijp dat er vakken kunnen zijn die niet verplaatst kunnen worden. Zaken zoals practica, dat kun je niet allemaal via video's doen. Maar als je dan de andere vakken doet die wel via video's kunnen zijn op die manier maakt, dan maakt het dus heel makkelijk om zelf roosters samen te stellen en moet je dus niet meer afwegen van wanneer die overlappen, ik ga dat misschien niet kunnen doen. Natuurlijk ook dat je video's kun je altijd opnieuw bekijken. Dat is ook een voordeel. Dat ik, om eerlijk te zijn, alleen betrekkelijk vaak nog gebruik van als je notities neemt. Die notities, als je die dan thuis later bekijkt, dan blijken die dan niet altijd zo gestructureerd te zijn als dat je zou willen dat ze zijn. Dus het is dan een voordeel van hoe heeft hij dat weer gezegd? En dan verplaats je gewoon uw timestamp voor je video. Dan kun je terugspoelen en een keer opnieuw luisteren. En desnoods nog eens, als dat nodig zou zijn.
and when I'm on the lecture, I usually have to take notes for about sometimes 3 hours. And on this course, I can just like stop the video, just rest a bit, just write the sentence that I started, and then again continue the video and just hear everything what I need and write down everything what I need. Due to the fact that all the theoretical videos are videos, you can pause it and go back or repeat, take notes several times of each class, and this is impossible in another way. So if you take it with time, you can really absorb all the material much more than in a single 1 hour class. Daardoor vind ik het ook wel heel gemakkelijk dat als we dat filmpje bekijken of van online lessen, dat we zelf kunnen terugspoelen naar delen die we een beetje moeilijker vonden. Op je eigen tempo in staat zijn om de leerstof te verwerken, vind ik een groot voordeel. Dat neemt ook wel een stuk stress weg, vind ik, want tijdens hoorcolleges, fysieke hoorcolleges, dan, als je het eens niet hebt gehoord, dan moet je het vragen aan je buur of zit je vast en kan je een stukje niet meer volgen. Maar bij dit voel je die stress niet, omdat je altijd terug kan spoelen. Ook als het een beetje te traag gaat, omdat je het al hebt gezien, kan je daar minder tijd aan besteden. Dus op je eigen tempo werken is een groot voordeel. Tip 1. Geef tijd om te groeien. Begin niet meteen met het omvormen van een hele cursus, want dat is een onoverzichtelijke berg werk. Begin beter met 1 hoofdstuk, bijvoorbeeld ergens midden in de cursus. Daar leer je uit. En het volgende jaar doe je er dan 1 of 2 hoofdstukken bij. Tip 2. Veel lesgevers zijn sinds de coronacrisis bezig met het maken van online lesmateriaal. Zie dit niet als wegwerpmaterialen, als noodoplossingen waar je deze crisis mee overbrugt en die je daarna in de vuilbak stopt. Nee, zie het eerder als een investering in hernieuwbare onderwijsproducten, waar je later nog veel vruchten van zal plukken. Tip 3. Maak je hoorcolleges recycleerbaar. Dit kan je doen door vooraf je slides te structureren in op zichzelf staande blokjes van pakweg 5 of 10 minuten, telkens met een titelblad en een duidelijke conclusie. Wanneer je dat hoorcollege dan geeft aan jouw studenten, neem het op. Je hebt die lessen toch al voorbereid, dus op die manier win je kostbare opnametijd. Dat opnemen kan met lesopnametoestellen in auditoria of met screencast software op je eigen laptop. Nadien kan je die opnames makkelijk verknippen in op zichzelf staande korte video's die de basisgrondstof zullen zijn van jouw nieuwe online cursus. Online lesvormen geven studenten meer flexibiliteit in de tijd, maar ook in de ruimte. De aanpak die ik beschreven heb, is ideaal voor multicampus onderwijs. Maar het biedt ook kansen om na te denken over heel andere manieren om ons onderwijs te organiseren. Misschien bied jij een vak aan dat aan andere universiteiten niet bestaat. Deze studenten kunnen dan jouw vak online volgen zonder zich te moeten verplaatsen. Of misschien bestaat jouw vak wel aan meerdere universiteiten. Waarom dan niet de handen in elkaar slaan en samen het online lesmateriaal maken? Iedere lokale lesgever blijft verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van de eigen studenten en voor het organiseren van de eigen examens voor die studenten, maar de werklast voor de omschakeling naar een online formaat wordt zo een stuk kleiner. Ook voor studenten geeft dit nieuwe kansen. Als lesgever kan je ervoor kiezen om je vak open te stellen voor vrijwillige studenten, die zonder examen af te leggen of zonder officiële band met jouw onderwijsinstelling je vak meevolgen. Of je kan je vak aanbieden als een virtuele Erasmus-ervaring. Ik deed dat met mijn vakken en kon op die manier een veel bredere studentengroep bereiken dan ooit binnen de muren van mijn leslokaal mogelijk was geweest. In 2017, I was introduced to a course online from Ghent University, Belgium, and I decided to get involved in it. It was really interesting and very flexible for me that I enjoyed participating in the course right here in Nigeria, just like any other student in Ghent. Online lesgeven is haalbaar en het biedt ons nieuwe mogelijkheden.
Win je er als lesgever tijd mee? Nee, want ook na de werkpiek bij de omschakeling ben je nog evenveel uren met onderwijs bezig als voordien. Alleen besteed je die tijd nu aan het beantwoorden van vragen van jouw studenten, eerder dan aan het ieder jaar opnieuw herhalen van dezelfde leerstof. Win je er geld mee uit? Ook niet, want er zijn nog altijd evenveel lesgevers nodig als voordien. De winnaars in dit verhaal, dat zijn de studenten. Zij kunnen flexibeler studeren, boeken een hogere leerwinst en hebben toegang tot een veel groter aanbod aan cursussen. Zij zijn daarom degenen voor wie we dit moeten doen.